9 health, gast. Why you so lucky, bro? Why? Yo mensen, top. Jullie kijken naar een nieuwe aflevering van H1Z1 King of the Kill. En super tof dat jullie allemaal weer kijken. En één dingetje, de kwaliteit is gechanged. En ik heb een nieuw programmaatje gevonden hoe ik deze game goed kan opnemen. En ja, ik hoop dat jullie de kwaliteit chill vinden. Wij gaan trouwens op dit mooie hoekie spannen van, even zien, hoe heet dit stadje? Van Cranberry. Oké, toch niet. We gaan, desmalt al iemand. We gaan in de brugsteegjes hier. Of, ik kan hier op het dak wel landen. Kijk, als het lukt. Oké, we zijn op het dak geland. We hebben trouwens een mooi nieuw t-shirt aan dan in de laatste video van H1Z1. Dus we gaan gewoon lekker knallen, jongens. We gaan een paar solo potjes doen. Dus ja, kijk, in je backpack, dat begint al goed. Oké, dit is nou het spul wat je nodig hebt, man. Dus daar ben ik wel blij mee. Nu alleen nog een wapen. Ja, die heb ik eigenlijk niet nodig, die Magnum. Hey, fans even droppen. Kijk, hier AK. Dat is wel een chill wapen om te hebben. Want AK is... Ja, ik kan er niet heel erg goed mee omgaan. Maar weet je, we proberen het gewoon. Het is een wapen, though. We kunnen ons verdedigen. Maar ik heb liever een AR. En ja. Hey, een healthy cake. Hots. Even zien. AR. Ligt hier iets van een AR shotgun, zoiets? Nog meer AK's. Nou, ik heb geen AK's nodig, jongens. Nog een AK daar. What the fuck? Nog een AK. Holy shit. Ze hebben dit gebouwtje echt helemaal vol gegooid met AK's, man. What the fuck? Maar we nemen het wel gewoon mee. Want we kunnen wel ons in ieder geval beschermen. En jongens. Hier krijgen jullie even een leuk stukje zien. Want ik heb een skin gepakt. Voor mijn AR. Dus ja. Hier zien jullie even een mooi stukje. Van de pack opening. Oeh, dat vind ik wel leuk. Niemand in de rug. Oké. Erin. Sleutels meenemen en weg hier. We hebben gewoon een auto, jongens. Damn, dat is chill. Dit is zeker chill. Hier spant soms... Hey, dit vind ik niet leuk. Dit vind ik niet leuk. Mensen schoten daar op ons, jongens. De jeep is natuurlijk niet zo snel, dus je kan me fucking makkelijk raken. We moeten even gaan healen ergens. Laten we achter dit heuveltje een beetje. Oké, even uitstappen. Helmpje op ons kopje. Hots en even een dingetje gebruiken. Er wordt flink hard geschoten daar. Bij je... Oh my god. Dit spel vraagt me om met die AK te gaan schieten. Hij is bij die jeep. Hij is toch... Oh shit. Waar de fuck zit hij? Oh jeez. Rechts van mij. Ik zag hem daar rechts. Iemand met een fucking paarse broek of zo die op me afkwam. Er zit er daar één bij die jeep en rechts van mij. Pak de auto. Fuck are you, bitch? Oh fuck, hij raakt mij ook nog. Deze man wil mij dood hebben. Naar de overkant. Waarom zijn deze... Ik heb geen AR, man. Ik kan niet met die AK omgaan en vraagt het spel fucking in een gevecht om tegen die guy met een AR te gaan. Oh shit, deze auto is zo skuin, hè. Wat we eerst gaan doen is een helmpje weer opzetten. Equip. En hopen dat die guy niet achter mij aan is gegaan. Ik kan niet... Oh, daar komt hij. Ah, daar komt hij. Negen helft, gast! Why you so lucky, bro? Why? 9 helft. We hadden op zich hem nog wel kunnen killen met die AK, though. Nou, we gaan natuurlijk nog wat potjes doen. Dus op naar game nummer 2. Zo, mensen, we zitten in game nummer 2. Het vorige potje mocht niet echt baten. Want het spel gunde mij geen AR en wel een AK. En AK is niet mijn wapen. En ja, hopelijk gaan we dit potje veel beter doen. Dus we gaan ook gelijk naar dit mooie stadje toe. Dit is gewoon het chillste spawnplekje, vind ik persoonlijk. Waar ik kan spawnen. En daar ginds... bij dat huisje Daro, daar spande net hier iemand. En ik ga bij deze twee en bij die twee ga ik looten. En ik ga eerst bij deze. Want als het goed is staat hier achter dit huisje een auto. Dus daar gaan we gewoon even kijken, jongens. Raampje intikken, wij zijn inbrekers. Geef mij die helm. En meenemen. Oké, wapentje, rugzak. Kijk. Het oppakken, doorrennen, handpistooltje. Ik neem het gewoon mee, weet je wel, voor nu. Je weet maar nooit of er... Er spant geen... Oh my god, die auto spant niet. Even een raam of een deurtje dicht doen.
Hij is niet dicht of wel? Nee, dacht ik al. Oké, dan laten we deze ook openstaan, jongen. Normaal spant daar een auto. En dit is fucking de eerste keer of zo dat ik daar geen auto zie. Dus en een AR'tje. Met de mooie gele white yellow, of blue yellow skin erop. Oké, jou gaan we niet oppakken. Ik kan echt niet met die AK, man. Sorry. Sorry voor de mensen die willen dat ik met AK ga. Waarom kan ik deze rugzak niet oppakken? Waarom kan dat niet? Oh, nu wel. Nou, het zal wel. Nou, kunnen we die droppen. We hebben op zich wel redelijke loot nu. We hebben een chillen backpack trouwens. En ja, we hebben een AR, though. Misschien nog wat extra kogels en first aid kits. Dat zou nog wel chill zijn. Hier ben ik net ook al naar binnen gelopen. Ik pak dit helmpje op en skin die even. Want dan zetten we die op. Want die zit mooi bij mijn t-shirt. Oké, dan gaan we even naar die andere twee huisjes daar verderop gaan. Dan gaan we even looten. Ik hoop niet dat hier iemand anders ook zit. Waarschijnlijk niet. Daar was er wel ingespand, though. Dus voor hem moeten we wel even uitkijken. Mooi parkje trouwens. Kijk, kan je lekker met de kinderen spelen. Prachtig. Hier ook een mooi veldje. Nou, prachtig. Wij gaan doorlopen. In Rusland is er gewoon een fucking soort van Hunger Games gaande. Hè? Niet gaande nog, maar het is aan het organiseren. En er zijn dus ook echt al mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. Even. Kijk, stel in, Hazel Z dan is ongeveer hetzelfde fenomeen om de, zeg maar als de Hunger Games. Je moet je spant in ergens, je moet wapens nakken en elkaar killen. En ik wil deze deur. Dat schot dat fucking dichtbij. En ik snap niet hoe je op zoiets mee wilt gaan doen. Je fucking riskeert je leven erop, hè. Sommige mensen zijn gewoon zo fucking dom, jongen. Ik snap het echt niet. Maar ja, weet je, ze moeten zelf maar kiezen. Ja, ik ga dood. Want, hoe heet dat? Degene die zich aan hebben gemeld zijn één presentator en één presentatrice. En dan denk ik van, weet je, als je nou bijvoorbeeld een gekke marinier was die fucking al die gevechtsshit allemaal kan, oké, maar een presentatrice en een presentator. Ik hoor een auto. Dat is een quad. Kijk hem gaan, jongen. Bob. Die man heeft geen fuck. Zitten we trouwens veilig? No. Maar waarom zou je dan daar aan meedoen, weet je? Misschien zit er wel één gek geldbedrag aan vast, though. Dus ja. Maar hoe heet dat? Je moet dus 9 maanden. Serieus? 9 maanden. Dus in die area zitten. En met de kans dat je gewoon flink door je kop gejaagd. Oeh, dit is geloot. Dit is zeker geloot. Maar waar de fuck zijn die mensen? Achter mij, ik hoor een auto. Hij slipt. Hij rijdt daar. Hier. Daar gaat. Sound is really important, man. Je weet echt dus waar mensen dan lopen. Fuck, man. Iemand kan dus gewoon in deze. Oeh, die deur is dicht. Ik ga zo voor mijn Jaapie geschoten worden. We gaan hierin. Garage naar binnen. Hop. Ja, we moeten naar het zuiden door. Oeh, dit is ook allemaal. Oh. Niet meer killen, niet meer killen! Waar de fuck is hij? Bitch. AR, waar is hij? Hij heeft 12 AR-kogels. Waar de fuck is die andere guy heen? Oh my god. Ik ga hem heel snel looten. Rugzakkie. Broekje aan. Sleutels. Sleutels, shotgun. Oké. Wat we nu gaan doen is. Fuck it! Niet schieten! Naar binnen. En boeken met die handel. Oh my god. See you later, bitch! We hebben een kill op onze naam, dat is chill. Die vent die was aan het looten. Of aan het looten, aan het healen. En ik wist een beetje waar hij zat. Maar ik had hem niet verwacht. Fucking bij die schutting, man. Dat hij daar al gelijk was. Onze. Dinges aan kogels. Onze budget dingen. I don't know hoe ik het moet zeggen. Is very low, so we have not really much ammo, so we moeten oppassen dat we niet out of ammo zijn. Want then we fucked. En daar moeten we echt voor oppassen, want ik heb geen zin dat ik door mijn koppie gejaagd word als ik geen ammo heb. Oké, we gaan nog even langs die caravan. Caravan, ik wil jouw loot. Als hier een AR in ligt, ik ben blij. Ih, wel een leuk helmpie. Dat is mee. Oké, voor de rest niks. Skinnen we dit helmpie, shredden we even de broek en de shirt.
En dan gaan we deze mooie rugtas achterop zetten. Die kijk, prachtig. We zijn bergbeklimmers, mijn jongen. Vanuit het leger. Oké, Zuidoosten, dat is die kant op. Dus ja, laten we er maar heen gaan, hè. Oké, let's go. Woep, woep, dit is de zand op de paleis. Dat is wel allemaal geloot, hij heeft niet... Oké, het zal wel. Oké, dus die camping is geloot. Zouden ze dan ook nog hier in de buurt zitten of zouden ze al lang ergens anders zijn? Ik denk sowieso dat ze ergens anders zitten. Tja, hoe de wat zou je hier anders nog doen? Je kan, ja... Dus, ja, ik ben best benieuwd. Weet je... Mijn game! Mijn fucking game! Wat gebeurt er? What the fuck? Oké, what the fuck? Officieel is mijn game ermee gestopt. We gaan naar zo mensen, potje. Zijn bij het laatste potje aangekomen. Game nummer 3 van deze video. En wij gaan spannen bij dit mooie, ja, wat is het, een woonwijk gebeuren. Met de, daarnaast de stad. En we gaan kijken of we daar gewoon lekker wat spulletjes gaan pakken. Ik ga gewoon helemaal rechts onderin bij, wat is dat, een politieauto volgens mij? Het ziet echt vaag uit. Ik hoop, wacht, volgens mij gaat iedereen op die politieauto af. Zou ik dan juist naar de benzinestation? Ik ga naar het benzinestation. Want iemand gaat daarheen. Oké, ik ga naar het benzinestation, jongens. Oké, ik hoop echt dat hier niemand zit. Oh, fuck. Oh my god, ik landde op een fucking dinges. Op een lantaarn. Oké, wapens, wapens, body armor. Hots. Magnum, Magnum. Gewoon pakken die handen, hoor. Dan heb ik helemaal geen wapens. Dan komt er opeens iemand binnen. Hey, ik heb een wapen en ik wil jou dood. Voor de rest echt niks, man. Ik ga snel naar dit kampje hiernaast. Hopen dat hier wat... Oké, kijk. Kan ik dit... Ik kan het niet oppakken vanaf hier. Ik kan het niet oppakken. Wat? Nee. Oh my god. Waarom kan ik al dit spul niet oppakken? Oké, snel. Tas. Ik heb kogels. Ik heb een helm nodig. Daar. Kijk, snel. We gaan erop af. Ergens een gat in de nek? Ja. Er is iemand dus met een politieauto hier binnen. En waarschijnlijk nog iemand die hier net is geland. Dus ik ga waarschijnlijk dood. Waar de fuck zou die zitten, man? Ik ben echt bang. Oh my god, ik hitte hem ook nog, hè? Cites, man. Cites, jongen. Jij hebt het verneukt voor ons. 69 AP. Ik had hem nog één keer geraakt. Dat was nog wel pro. Die AK moest ik nog reloaden. En ik ben gewoon fucking slecht met een AK. Dus ik moest daar sowieso ook al mee gaan vechten. Maar ik kon hem niet reloaden op tijd. Dus helaas hebben we verloren. Maar ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker een blauw duimpje omhoog. Te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En een leuke reactie wordt altijd gewaardeerd. En zeg tot bij de volgende video, jongens. Later.